Nou, het past allemaal tijd, Alex. Wauw. Lucius heeft alweer... Wauw. Lucius heeft... Ja. Voor jouw appeltje eitje. Goed zo. Eiten. Ontdekt. Vindt hij... Lucius zit helemaal in de beeldtuin. Auw. Hier kan je het hele resort... Trainen in de zon. Nee. En... Houden, hè? Ergens daar. Hier liepen we gisteren op bedden. Met waar we zitten. Familie. En wij zijn gisteren aangekomen op onze vliegvakantie hier op... Gran Canaria! Een eiland van Spanje. Ja, superleuk. En dit is het uitzicht dat we hebben, jongens. We hebben nog wakker werden. Heerlijke nachtrust gehad. Krekels vannacht. Ja, supermooi. We kwamen gisteren aan, toen was het wat donker. Dus we konden nog niet heel goed zien hoe het eiland eruit zag. Maar we kunnen nu wel even een blik werpen, jongens. Want vanochtend keken we naar buiten en dachten van wauw, is dit echt? Kijk. Dit is het uitzicht. Ja. En achter, ja. Die palmbomen zijn echt. De palmbomen zijn echt, ja. Ja. Dat was wel heel leuk wat vanochtend de kinderen zeiden. Lucilla en Luxie zeiden dat. Die zeiden, hé, de vogeltjes, is dat geluid echt? Komt niet uit een box? Ja. We waren toen natuurlijk toen bij dat eiland in die koepel. En daar waren allemaal die geluiden uit boxen. Maar dit is natuurlijk gewoon echt de natuur hier. Ja, en de echt, krekels. Je de krekels. Je hoort de duifjes. Hoe je roekoe. Hoe je die gebergtes dat zien, hè? Ja, kijk, daarachter kunnen jullie het heel mooi zien. Dus even kijken of ik een klein beetje kan inzoomen. Ik heb niet een inzoomlens op zitten, maar dit is een beetje het uitzicht, jongens. Wat we hier nu hebben. En daarachter is denk ik ergens de zee. Het strand, dat gaan we allemaal nog ontdekken. Daarachter zie je de zee. Het resort zijn volgens mij drie soorten plekken. Drie delen. En volgens mij hoort dat er ook niet bij. Weet ik niet. Nee, maar er zit een weg tussen. Mijn mama. Volgens mij is het dat gedeelte en daar... We gaan het vandaag allemaal onderzoeken. Mama, kunnen ze daar buiten slapen? Ja, daar buiten, dat zijn lichtbedden. Maar een beetje chique lichtbedden, zeg maar. Dan kun je lekker buiten chillen. Ja. Leuk, hè? Kijk, mooie vogels. Een heerlijke voorjaarsvakantie om lekker te gaan genieten in de zon. Lekker, want we gingen gisteren met regen en dan kom je aan. Gisteren toen we je aankwamen. Was het gewoon warm en lekker in de zon. En de hele mooie zonsondergang was er gisteren ook op te zien. En krekeltjes. Dus die werden vlog mee wakker. Ja. Toen we in het vliegtuig door een wolk gingen, kreeg helemaal niks meer door de raam. Nee, we gingen gisteren van boven de wolken, is door de wolken naar beneden. En dan zie je op een moment zie je zo het land verschijnen. Dat was wel heel mooi. Het was een mooie vliegreis gisteren, hè? Ja. Het was heel leuk. Nou, wij hebben hier dus twee kamers. Deze kamer en die kamer daarnaast. Omdat we natuurlijk last minute hebben geboekt. Wanneer hebben we echt geboekt? Het was donderdag, hè? Donderdag, ja. En we gingen dus vrijdag echt last minute geboekt. Daarom hebben we geen familiekamer, grote kamer. Die hebben ze uiteraard wel in dit resort. Maar ja, dat is natuurlijk al veel eerder geboekt dan dat wij een spontaan last minute hebben geboekt, jongens. Dus vandaar, we zullen even een klein overview doen over... Je hebt gisteren misschien al wel gezien, maar toen was het nog donker. Ja, en we hebben iets verhuisd. We hebben dit bankstel wat hier stond. Daarbuiten zat ze daar twee kinderen zijn. Ja, de kinderen wilden niet, snap ik ook hoor. Luan en Lucilla wilden niet apart daar slapen. Want dan vonden ze toch nog een beetje... Ze zijn 10 en 8, dus dat begrijp je wel. Dus Daniel zei, nou dan zet ik dat ene bed, want ze hadden 3 om 3 gedaan, de slaapkamers, de hotelkamers. Dan zetten we één bedje zetten we hier neer, kunnen Leon, Lucilla en Luxie kunnen dan hier slapen en Lucie slaapt bij Daniel en mij. We hebben hier dus het bankstel neergezet en hier binnen hebben we dus deze twee bedjes neergezet. Eén bedje stond dus op die andere kamer, maar die hebben we even hier neergezet, waardoor Leon, Lucilla en Luxie hier lekker hebben geslapen. Papa, mama en Lucius hebben hier lekker geslapen. Dus dit hebben we alsnog. Dat we bij elkaar liggen allemaal, hè? Kijk. Ja, Luan heeft weer een technisch dingetje, jongens. Ja, oké. Okay. Hier hebben we geen tv. Als je hier zit, dan kun je tv kijken. Als je denkt van, ik wil ook nu even tv kijken. Ja. Dan kun je gewoon zeggen van... Oeh, Luan heeft weer wat uitgevonden, jongens. Technisch dingetje, daar is hij altijd van. Kijk. En dan kun je hier met z'n allen in het grote bed lekker tv kijken. Koppig, hè? Ja, heel leuk. Ja, schatje. Je hebt weer iets gevonden.
Heeft hij, ja, hij staat koelkastje onder, jongens. Jullie weten hoe Jan Pan is in de keuken, zeg maar. Maar dit is Jan Pan in een minibar. Ja. En dan pak ik altijd die minibar flesjes, pakt hij er dan uit. En hier heb ik een leuke gecreëerd. Dit is onze werkhoek. Hier heb ik vannacht. Geëdit? Vannacht heb ik hier geëdit. En toen was ik klaar om 1 uur, denk ik. Toen heb je mij wakker gemaakt. En toen heeft Daniel me online gezet. Tenminste, ja, toen was ik in upload. Ja, het was redelijk goed internet. Ik was om 3 uur klaar. Ah, oké. Okay. Dus je moest 2 uur wachten tot hij online stond. Dus dit is zeg maar ons werkhoekje. We hebben altijd werkhoekjes op onze hotelkamer, dat jullie weten, om de vlog te editen. Dit is de hotelkamer, jongens, waar we vannacht lekker met z'n allen hebben geslapen. En waar we deze heerlijke vakantie gaan verblijven. En wij gaan zo meteen naar jullie laten zien hoe dit hele resort eruit ziet. Want wij zijn hier ook heel erg benieuwd naar. Aangezien wij gisteravond aankwamen en het toen al vrij donker was. Dus dat is wel een beetje wat we gaan doen vandaag. Ja, even een rustdagje. Rondkijken. Rondkijken hoe de omgeving eruit ziet. Wat ze hier allemaal te doen hebben. Wat ze hier allemaal te doen hebben. Wat voor leuke dagjes uit we kunnen gaan beleven. En kunnen gaan inplannen. Zodat we een beetje een schemaatje hebben wat we hier allemaal kunnen gaan doen. Want we willen natuurlijk ook de omgeving zien. We willen niet alleen maar op het resort blijven, de omgeving gezien, de leuke dingen beleven die hier allemaal te doen zijn. Ik had thuis al een beetje gekeken wat er allemaal te doen was, dus dat kunnen we vandaag allemaal gaan regelen. En wat jullie ook nog niet hebben gezien, maar wat we ook nog gisteren hebben gedaan voordat we de vlog hadden geopend en dat soort dingen, is dat wij naar de fotowinkel of de camerawinkel zijn geweest waar we altijd onze camera's halen. Want wij hadden daar wat besteld en dat was binnen. Namelijk, we gaan ook vakantievloggen in 360. Een nieuwe camera, een hele bijzondere, want deze filmt dus alles helemaal rond. En dat is nog voor ons ook weer helemaal nieuw, heel leuk. Maar we dachten juist nu we op vakantie gaan, kunnen we dit soort beelden misschien wel mooi uitproberen. Ik heb vannacht ook een beetje geoefend. Even laten zien. Die man moet omvormen naar vlogbeelden. Kijk, dit is de camera. Is hij heeft dus een lens helemaal rondom. Waardoor hij dus helemaal rond kan filmen. Zeg maar. Heb jij een bal, jongen? Heb jij een bal? We gaan lekker aankleden. En dan gaan we lekker naar het ontbijt, jongens. Dan gaan we lekker genieten van deze eerste vakantiedag. Ja, we gaan de kleren pakken en we gaan lekker ontbijten. Dus jullie zien ons zo meteen als we naar het ontbijt gaan. Meiden, die zijn aan het oog, jongens. 3 keer raden wat Lusjes heeft gevonden. Jullie raden het waarschijnlijk al. Kijk, hij heeft gevonden. Handige Harry. Handige Harry, de stofzuiger. Jongen, ja, die vind jij mooi. Die is Hendrik. Oh, Hendrik, ja. Kom, Lusje. Mooie jongen. Oh, hij wil de hele stofzuiger meenemen. Lusjes, ga je mee? We gaan de lift in. We gaan eten. Laat de stofzuiger maar liggen, liefie. Vindt die stofzuiger zo mooi? Nee, die stofzuiger is niet van ons. Nee, die is van personeel. Die is van dat ze de kamers moeten schoonmaken. Ja, kom maar, leg hem weer even terug. Laten we even kijken. Oh, die is gewoon open. Hm? Oh, die is gewoon open. Oh ja. Grappig, hè? Kijk, oh, dan kan je ook naar anderen kijken. Ja. Kijk dan. Ik weet niet wat dat dan weer voor resort is. Zit het er ook nog bij? Hey. We gaan het allemaal beleven, jongens. Maar eerst even op zoek naar het restaurant waar we kunnen gaan ontbijten. We hebben net al 2 volle liften gehad. Oh, echt? Ja, we hebben natuurlijk die kinderwagen. Ja, het is helemaal uitgebracht hier. Volle liften. Hoppatee. Zo. Kijk uit met de liften, jongen. Oké, okay. Welke wordt het, jongens? Welke wordt het? Die. Het wordt? Die. Kijk. Deze. Ja. Luan die wist hoe het werkt, hè? Wie wil er op de knop drukken? Volgens mij was Lucie was aan de beurt. Nul. Ja, mag Lucie er nog een keer op drukken? Geef maar, jongen. Papi. Goed zo. Nou, passen we allemaal er precies erin. Kijk. Ja, het is 8 personen, maar nog met die kinderwagen. Met de kinderwagen, die telt ook mee, natuurlijk. Nou, gaan we lekker eten, jongen. Wij hebben dus deze bandjes allemaal om. Hebben we in de vlog van gisteren laten zien. Dat is van het resort dat je dus all-inclusive hebt en dat je overal mag komen. En je kunt dan ook daarmee in je hotelkamer. Ja, het is ook het bandje van het hotelkamer. Ja, je hebt hem ook, jongen. Het is helemaal trots zelfs, als hij erop. Zelfs Lucius. Het is helemaal trots. Nou, hoor je Lucius snel naar het ontbijt. Ja, nou, let's go, jongens. Let's go. Gezellig in de lift. Ja. Kijk,
Kijk, dit is wel heel leuk te laten zien, jongens. Dit is het schema van de hele week. Je kunt dan zo scrollen. En dan kan je kijken wat er dan is. Bijvoorbeeld hier, kids welcome. Kijk, is iets voor kids te doen. En dan zie je hier dus precies wat het is. Hier kunnen we dit ook een beetje goed laten zien. Want dit is zeg maar het hele resort. En wij zitten, eigenlijk waar wij zitten eigenlijk. Volgens mij, was dit niet het zwembad? Ja, dit is het zwembad van gisteravond. Dus wij zitten hier ergens. Ja, op het puntje. Maar dit is het hele resort. Dus hier heb je ook nog een zwembad met een hotel gebeuren. Daar heb je nog een zwembad met een hotel gebeuren. Nou jongens, daar hebben we gisteren dus gegeten. En nu gaan we kijken waar we ook nog meer kunnen ontbijten. Je kunt daar ook ontbijten. Maar we gaan nu kijken bij een ander restaurant. Hey Lucilla, loop jij daar? Nou, we lopen nu dus van dat gebouw naar deze kant. Nou, hier op zoek naar het ontbijt. Jongen. Och, kijk dan. Ja, hier liepen we gisteren dus rond. Toen we op zoek waren naar de ingang. Ja, de sensor zette ons hier af. Ja, de sensor zette ons hier af. Maar wij moesten daar naar binnen. Alles ontbijt binnen. Kijk dan hoe mooi dit is, hé. Zie jij het ontbijt al, Lucy? Ja, goed hoor. Zien jullie het ontbijt al? Ja. Lucy's. Hé, jongen. Zie jij ook het ontbijt al? Gaan we hier naar beneden toe. Houden we mijn handje vast. Ja, trapje. Zo. Kijk dan, de meiden die staan al bij het zwembad. Wauw. Dit ziet er ook mooi uit, jongens, met die palmbomen. Is het warm? Echt waar? Oeh, lekker. We zijn hier dus bij het zwembad aangekomen. En het is lekker warm water. Het is vandaag, wordt het ongeveer 20 graden. Dus het is een lekker eerste dagje om rond te kijken. Is het lekker water? Maar dit is echt... Oh, dit is een verwarmd zwembad, jongens. Dus daar kunnen we lekker in plonsen. Ja. En hij ook met zijn handje erin. Ah, heb je dat handje? Ach, mooi jongens. Nou, dan gaan we daar even kijken. Want daar ergens moet het ontbijt zijn. Kijk, daar komen we dus vandaan. En wij zitten dus aan de achterkant van dat gebouw. En hier heb je een hele bar. Ja, kijk dan. Dat is 100 keer ons palmboom. Vind je het leuk, Luxie? Mama, kun je hier ook kopen? Ja, dat zal best wel, ja. Gaan we hier naar binnen? Oh ja, hier heb je nog van alles. Wow. Oh, daar heb je een podium. Dit is denk ik s'avonds een programma. Hier een beheertafel. En hier is het ontbijt kunnen vinden. Hier moeten we zijn. Hier is het ontbijt. Kijk jongens, nou gaan we hier ergens een plekje zoeken. Je kunt ook buiten zitten. Zitten we weer bij het zwembad. Ja, daar liepen we net. Ja. We willen wel buiten zitten natuurlijk, hè? Nu we lekker op vakantie zijn. Zo, nou we hebben een plekje gevonden. En nu gaan we kijken waar we het eten kunnen halen. Eerst moeten we een bordje zoeken. Ja. Eerst moeten we een bordje zoeken. Ja, een bordje. Ja, we hebben hier lekkere croissantjes. Een croissantje. Zo. Ik ga dit proeven. Die? Pak die maar dan. Ja, ik ga dit op de ei. Ja, als toetje, hè. Dan leggen we een broodje hierin. Die voor mij. Die is voor jou. En die van Luan die komt hier uit. Was het jou nu? Ja. Het is warm, hè? Kijk. Heb je een toast? Hier hebben we dus al het fruit. Ja. Kijk, hebben ze van die super handige pakjes. Dit kennen de kinderen ook. Heb je jam gevonden? Kijk, hier hebben we de jam. Hier hebben we fruit. Banaan voor Lucius. Hier heb je ook allemaal lekkere toetjes. Dat kun je best proberen. Nee, dat vind ik niet. Wil je met aardbei? Ja. Kijk, deze is met aardbei. Oké, dit is genoeg. Ja? Nou, dan gaan we weer naar papa. Dus je gaat je appelsap voor mij zoeken. Ja, ik ga voor jullie drinken halen. Voor mij ook appelsap. Ja, ga ik voor jullie halen. Nou jongens, wat een lekker plekje zo, hé. Kijk eens, ik heb een banaan voor Lucius en een appel. Ja, leuk jongens. Lucius heeft alweer lekker zijn banaantje, jongen. Nou, eet smakelijk. Luan ook alles? Ja. Ja, Luan heeft een chudrantje. Helemaal top. Morning. Toen net ging al iemand zwemmen. Lucius zat te kijken, want ik wil ook in blansen. Dan gaan wij vanmiddag ook in zwemmen, hè? Heerlijk plekje. Van gisteravond met het eten bij het zwembad heel mooi. Ja. Ontbijten nu bij het andere zwembad. En gewoon in de buitenlucht, hè. Dat is het gezondste. Heerlijk. Ja, wil je wat drinken? Lekker. Dit is echt super lekker. Oeh, dat vindt hij lekker.
buiten. Heerlijk, echt. Deze temperatuur mag van mij ook in Nederland het hele jaar zijn. Ja. Hè? Negeren? Ja, misschien een. Nou. Op ons weekje vakantie, jongens. En de zon die is nog niet eens door de wolken heen gekomen. We hebben wat wolkjes vanochtend. Dan moet je nagaan als hij er doorbreekt hoe warm het wordt. Het is nu al 20 graden. Heerlijk. Lucius die heeft een tosti te pakken, hè, jongen. Mama. Ja. Ja, en we hebben een heel gek ander iets. Ik weet eigenlijk niet wat dit is. Maar Lucius heeft een half brilletje. En Lucilla heeft een snor. Mag ik ze even proeven? Er zat ook chocola langs. Ja. Je kunt ook heerlijk, gewoon dippen in de chocola. Maar daar hadden mijn handen niet meer voor vrij om chocola mee te nemen. Maar dit is ook lekker hoor. Ik zag net netjes. Ja, vindt hij lekker hè? Nou jongen, goed ontbijt? Goed gekeurd? Kijk, ja? Nu alleen op de inner lens. In deze vlog zien jullie wat beeldjes. Testbeeldjes zeg maar, die Daniel gewoon heel graag wil uittesten hoe het eruit ziet. Als we dus met een camera met 360 graden gaan filmen. En dat gaan jullie nu even zien, want hij heeft hem meegenomen en hij kan niet wachten om hem aan te zetten. Kijk, nou hebben we dus 350 graden, zeg. Ja. Op het zwembad. Ik heb niet de achterkant, dan zit natuurlijk de andere hotelgast. Wij gaan ons hiervan maken. Eet, smakelijk. Thank you very much. Okay. Zeg maar, thank you, Luxie. Thank you. Kijk eens aan het ontbijt. De zon die breekt door. Ik ben nou hierboven aangekomen. En, oh. Hier hebben we een emmer water. Nee, dit zijn douches. Kijk, je kan hier ook douchen, zie je dat? Ja. Dit zijn inderdaad de buitendouches. Ja. Oh, papa die heeft... Jij kan hier sporten. Oh, dit is een sportschool. Ja. Kijk. Oh. Och, jongens. Best wel mooi. Sta je hier te rennen met dat uitzicht. Is het voor je spierballen te kweken, hè? Ja. Ah. Wauw, Luxie. En Lucilla ook. Luxie ook zonder gewicht hier. Ah, bij deze. En dit is ook, die moet je opstaan om balans te houden. Luxie, dat kan jij misschien wel. Moet je daar opstaan en dan je balans houden. Ja, goed zo. Oh, dat is voor jou appeltje eitje. Goed zo, Jill. Dat gaat heel goed. Nou, ze mogen het even testen zonder gewichtjes van papa. Gewoon even voor het idee. Oké. Laten we even anders benen. Papa gaat dus hier naar de sportschool. Ja, de zon gaat schijnen. Als mama jullie in bad gaat doen, gaat papa hier even lekker sporten. Ja, wil papa mee? Wil mee? Ja, iedereen wil mee. Nee, maar dat mag toch niet, jongens, voor jullie spieren? Anderhalf jaar, dan ben ik 12. Ja, dan kan hij ook mee naar de sportschool. Maar waarom ben ik 12 jaar? Dat heeft met je spieren te maken. Dat je niet je overbelast van je spieren. Ja, de split mag je ook wel doen. Kijk, dan loop je dus hier langs. We hebben daar een trappetje opgelopen. En hier beneden zie je dus het ontbijt waar we vanochtend het eten aan haalden. Zie je dat? Oh, mijn jongen. Lucius zit helemaal in zijn nopjes, jongens. Oh, dit is ook leuk. Kan je hier ook lekker liggen, hé? Kijk dan. Ja, ach, hier liggen ze al. Hier doen we nou het sporten even siesta. Ja. Mama. Ja. Je hebt geen vestje nodig, hè? Nee. Kan je die in de tas doen? Ja, die doen we in de tas. We tillen hem eraf. Nee? Ah. Dat ding, hier doen we naar het sporten. Maar is ook lekker, hè? Hier kan je ook gewoon liggen. Kijk, en dan is hier het uitzicht bij het zwembad. En daar zaten we dus net te ontbijten. Mooi, hoor. Heel erg leuk. Overal plekjes. Ja, vestjes hoeven niet meer aan. Kijk, Lucilla die is helemaal into the split, jongens. Mama! Het gaat al hartstikke goed. Luan heeft hier ook wat ontdekt. Vindt hij natuurlijk ook helemaal geweldig. Iets met touwtjes en... Kunnen jullie ook zitten? Ja, dat kan ook. Maar dan kan je niet zo makkelijk naar het zwembad in een keer in en uit. Dit is meer als je lekker als romantisch wil liggen. Met, kijk, dan kun je deze zo doen en van ja, ik ga even lekker. Leuk, hè? Met de krachttraining kan ik dan hier uit met mama knuffelen. Ja, dus eigenlijk voor papa en mama samen dit. Nee, hoor. Het is een lekker plekje, hè? Lucie zit helemaal in zijn nopjes, jongens. Hij wil overal kijken. Hij loopt overal naartoe. Ga je mee, liefie? Gaan we nog verder kijken? Ja. Nee, hij wil gewoon lekker lopen, Sil. Kijk, daar gaat hij. Kleine man. Ach jongens, het zonnetje komt. Heerlijk, kijk dan.
Ja, op je wielen. Hij wil weer lopen. Kijk, hier mag je weer lopen, schatje. Het wordt nog mooier. Oh, kijk dan. Wat zien we hier? Oh, hier is een speeltuin. Hé, een speeltuin. Een speeltuin. Ik denk dat deze echt zijn, ja. Auw. Kijk, hier hebben we een speeltuin. Met een heel klein poedelbadje. Hoi! Daar komen we elkaar iedere keer tegen, hè? Ja! Wauw! Kijk, hier heb je een heel leuk speelwatertje. Ja, je hebt alleen niet je stemspullen aan. Maar hier kan je wel spelen in het water. En wat is hier binnen? Die is nog niet open. Ik denk niet dat die open is. Kunnen we even zo even kijken? Dit is een kidsclub. Zie je, dat is een kidsclub. Hier heb je een heel programma voor kinderen, jongens. Dus dat is ook wel heel erg leuk. En hier kan je ook basketballen. Goed, Cecile, bijna. Ja, goed zo. Bal. Liesjes wil hem ook proberen. Dat is wel heel schattig. Hier is dribbelen. Ja. Ja. Jee. Nou, zie Liesjes rennen erachter aan. Dit is wel een leuk plekje om te onthouden. Ja, hè? Nou, Sil? 1, 2. Oeh, bijna. Zachter gooien. Zacht. Oeh. Gooi dan. Ja! Een lekker plekje, jongens, hier zo. Dit is leuk, hè? Hé, maar dit kan je wel. Kijk, hier moet je henkelen. 1, 1, 1, 2, 1. 1. Ja? Ja. En 2. En nou op de lijn. Op de lijn lopen. Zo denk ik. Ja, en dan hierin. En dan hier overheen lopen. Het is een heel parcours zo. Goed zo. En dan deze zo. Kijk, daar. En dan zijn we er. Ah, leuk. We moeten eens kijken hoe leuk dit eruit ziet, hé. Ja, ga maar proberen. Probeer maar te gooien. Oeh, bijna. Maar het was wel heel hoog. Heel goed, nog een keer. Oeh, bijna. Kom, we gaan verder met de tour, jongens. Ja. Door het poortje heen. We verlaten nu dus dit kindergedeelte. Gaan we weer door het poortje. Kom maar, gaan we eens even kijken wat er nog meer te beleven valt. Hier kan je dit zwembad ook mooi zien. Wauw, nou lopen we hier weer langs. Dit is even een hele tour over het hele resort, jongens. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden om te zien wat hier allemaal te beleven valt. Om een beetje een beeld te krijgen wat we deze week hier allemaal, waar we verblijven. Het ziet er wel leuk uit. Overal heb je verschillende hoekjes, zwembaden en een crossfit speeltuin. Speeltuin voor papa. Dit resort staat ook bekend om de vele sportgelegenheid wat hier is. Nou, dat kun je wel zien. Oh, dat is heel leuk. Dit is een heel parcours. Oh, vet. Kijk, crossfit. Kun je hier inlopen. En dan hebben we hier van alles. Zie je dat? Ja, dit is echt een sportgebeuren. Oeh. Wat kan jij hier? Oeh, mooi. Dat lijkt wel een beetje op jullie gymles, of niet? Hé, jullie gymzaal. Mama, mijn voeten zitten vast. Oh, gaat het? Oké. Dit gedeelte is alleen voor volwassenen, jongens. Ja, dus het is geen kinderspeeltuin. Papa kan hier trainen in de zon. Speeltuin voor papa is dit. Het hokje binnen wat warm. Maar wel even leuk om zo te zien. Kijk deze boom dan. Het is een hele mooie boom. Mama. Ja. Het warm is het al, hè? Ja, vanochtend was het nog wat frisjes. We zouden een beetje onze sandalen kunnen aan. Ja,
vanochtend was het nog iets te koud voor de sandalen, maar... Kijk, en daar hebben we dus gisteravond gegeten, zie je dat? En daar, dat zwembad, dat hebben we gisteravond met de avondlicht gezien. En wij zitten dus ergens daar, in dit gebouw. En wij kijken uit naar dat zwembad. Ja, zie je nou weer waar je bent? We hebben nou de ronde gelopen. Leuk, hè? En heb je die boom gezien, hè? Kijk dan. Dat is ook gewoon helemaal aan elkaar gekoppeld, hè? Ja, je kunt overal, gewoon met een paardje kun je helemaal rondlopen. Je loopt de hele tijd rondjes eigenlijk. Ja. Ja. En dan daar heb je weer die speeltuin. En daar hebben we dus ontbeten. Dat is verspringen, Luxie. Nou, Lucilla gaat verspringen. 1, 2. Woe. Goed zo. En nou Luan. Kijk of Luan er overheen komt. Lucilla die stond hier. En nou Luan. Kijk hoe ver Luan kan springen. Nou, zet hem op, jongen. Daar komt hij aan hoor, met de lange benen. Oeh, oh nee, dat was niet ver. Nee, dat was Lucilla, die was verder. Ah, liefjes. Ja! Daar komt Lucilla nog een keertje. 1, 2, af! En daar komt ze, daar sprint ze en... Oh, chill. Je bent er echt heel goed hierin. Oeh, en nou Luxie. Daar komt Luxie. Oeh, goed zo. Hé, hey, Luusjes is helemaal tot daar gesprongen. Luusjes wat ver. Oh, hij heeft vieze handjes, zie je dat? Nou, gelukkig hebben we een grote broer. Die helpt met de kinderwagen. Hij wil een workout. Hij wil weer lopen. Wacht even, jongen. Even niet op de trap. Kijk. Zo, gaan we weer lopen. Hij wil overal lopen. Kom maar, gaan we deze kant op. Luusjes, papa is daar. Luusjes. Luusjes. Lusjes! Oh! Nee! Nee, 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 nee! En de boef? Oh. Hij denkt, ik heb toch zo'n bandje, ik mag toch overal komen? Ah, ik heb toch ook zo'n bandje? Dus ik ga je de auto regelen en jullie gaan de zwemkleren aantrekken. Ja, denk ik. Dan gaan we daar naar spelen. En de sandalen. En de sandalen. Lusjes die is weer aan het klimmen naar boven. Ja, hier is jouw workout, ja. Kijk dan jongen, we moeten hem zo in de gaten houden, hè. Overal wil hij naartoe. Hij vindt het helemaal geweldig. Ze hebben op dit resort dus 3 grote zwembaden. En al die andere dingetjes wat jullie net hebben gezien. Gisteravond hebben we dus het zwembad al gezien wat hier is. Maar daar gaan we nu ook even kijken, want gisteravond was het natuurlijk al in de avond. En nu kunnen we net even weer wat beter zien. Wij zitten dus ergens daar. En daar hebben we vanochtend gegeten. Daar is het zwembad waar we straks gaan zwemmen. Daar is ook die kinderspeeltuin. Daar is dat sportgebeuren, die crossfit. En hier hebben we gisteravond avond gegeten. En je hebt hier dus het derde zwembad. Want omdat we dus deze bandjes hebben, mogen we hier dus ook bij dit zwembad gaan zwemmen. Hier liepen we gisteravond. Bij dit zwembad. Dit water is wat kouder dan het water daar, hè? Op zich ook wel lekker, maar die andere was warmer. Ja, maar ik denk dat als het zo warm weer is, jongens, dan is het zo'n frisse duik echt lekker, hoor. Kijk, en als je dan hierheen gaat, heb je nog een gedeelte. En hier kun je ook lekker zonder baden, zie je dat? Dus even een overzicht vanaf deze kant. Leuk, jongens. Ja, ja, maar hier ga je meer lekker chillen en zonder baden. Hoe hoog die palmbomen zijn. Super hoog. Zie je dat? Nou, daar heb je dus het zwembad. En hier kun je dus ook nog lekker liggen. Op dit soort lekkere chillbedden. Mooi hè, jongen? Ha, kijk dan, helemaal in zijn nopjes. En dan doen we de poortje weer dicht. Kom maar, zo. Goed zo. Nou, en dan gaan we weer die kant op. Wat zeggen ze hier, Lu, als je langs loopt? Hola. 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 Ze zijn heel vriendelijk, hè? Ja. Iedereen zegt hola tegen jullie. Ja. Ja. En dan moet je aan een liedje denken. Hoe gaat dat liedje? Hola, kom maar thuis. Kijk, hier heb je ook nog bad gebeuren. Kijk, wat is dit? Oh, dit is de wc's of douches? Nee, wc's. Oh, kijk dan. Hier, helemaal met een spiegel nou. Oh, ja. Wat is het, wc? Ja, hier. Douche, ja, oké. Okay. Oh, nee, dat zijn jongens wc's. Kijk, dan heb je hier ook nog een terras waar je kan zitten. Hier hebben we gisteren gegeten, hè? Ja. Hier kun je dus ontbijten, maar je kunt hier ook avond eten. En je kunt hier ook lunchen. En je kunt hier ook lunchen, ja.
En dit hebben we gisteravond ook gezien. Dit is een ijsjesmachine. Kun je zoveel ijsjes pakken als dat je wil. En hier ook. Hier ook. Wel lekkere ijsjes pakken, jongens. Oeh, dat is lekker, jongen. En wat is dit? Wat is dit? Oh, hier kan je ook zitten, ja. Dit is midgetgolf. Zie je dat? Ja, kan ook. Ziet er ook al gezellig uit. Ze hebben wel overal van die gezellige hoekjes en plekjes, hè? Dit was even een beetje een overzicht van het hele resort waar we zitten. We hopen dat jullie het leuk vonden om dat even een beetje een beeld van te krijgen. Vandaag gaan we gewoon lekker rustig aan doen, jongens. We hebben niet veel op de planning. We hebben namelijk gisteren een lange reis achter de rug. We zijn gisteravond pas laat aangekomen. Vanochtend rustig uit kunnen slapen. Heerlijk lekker kunnen ontbijten. En we gaan eigenlijk straks chillen bij het zwembad. En we krijgen een huurauto. Super chill. Met die auto kunnen we gewoon lekker op ons eigen houtje mobiel zijn over het hele eiland. We willen ook kijken wat er in de omgeving allemaal te doen is. Dat we ook echt dingen gaan zien van het eiland zelf. Er zijn ook super leuke dingen om te gaan doen met de kinderen. Leuke parken en zo leuke dingen wat we allemaal al hebben gezien. Wat we kunnen gaan ondernemen. En dat is gewoon heel fijn dat je dan zelf een auto hebt. Dat je zelf ergens naartoe kan rijden en dat soort dingen. Dus, maar dat is niet vandaag. Dat gaan we de komende week allemaal doen. En daarvoor is het toch wel heel erg fijn dat je gewoon zelf een auto bij de hand hebt. Ja, dan gaan we zo eens even bij papa kijken. Ja. Want papa die is met de auto aan het regelen. Ja. Er komt zo een auto deze kant op en die komen ze hier brengen. Dat is wel leuk. Ik ben benieuwd wat voor een auto. Ja, kan jij dit? Wauw. Mama, kan je dat leren? Want dan moeten we bij hem ook doen. Als je zo doet, doe je je teen de lucht in en je hak hem boven. En dan andersom. 1, 2, 1. Hij houdt geen evenwicht. Dat moet je oefenen. Dat moest mama vroeger ook oefenen op dansles. 1, 2, 3 en 4. Goed zo. Maar je kan het ook wel, Sil. Je deed het net ook wel goed, hoor. Doe maar. 1, 2. Zo. Nee, nee. Zo. 1 voet naar boven. Zo. Aan de andere. Kun je? Ja, ja. Je moet eigenlijk niet nadenken. Zo. Want als je gaat nadenken, is het lastig. Ja. En dan gewoon een heel klein beetje omhoog. Dus de buitenste die dan. Dus. Dus de buitenste die moet je omhoog doen. Dus dit is nu de buitenste. En dat is nu de buitenste. En dit is nu de buitenste. Ja. En dat is nu de buitenste. En die moeten dan een beetje omhoog. En dit is een danspasje van jullie hiphoples, hè? Ja. Luan en Lucilla zitten namelijk samen in één groep. Mama. Ja. We hebben ook zo. De kickball change lopend. Oh ja, de kickball change. Kickball change lopend. Goed zo, Lu. 3. Oh ja. Nou, jongens. Het gaat hartstikke goed hier. Er wordt lekker gedanst en gedaan. En we hebben helemaal vakantievibes, jongens. Liesjes, wat gaat hij nou weer doen met die stoel? Dat is me er één, jongens. Oh, ik doe lekker wat ik wil. Lalalala. Zo loopt hij wel eens rond. Zet de stoel maar even terug. Liesjes. Kijk dan, die voetjes. Doet hij gewoon expres, hè? Lusjes. Zullen we hem even terugzetten? Ho, 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 ho. Ja, en dan gaan we weer terug. En zetten we hem weer even terug waar hij hoort. Kom maar. Weet je hoe we dat doen? Ja, zet hem maar weer terug. Pakken we zo. Goed zo. Ja, zet hem maar weer terug. Woehoe. En weet je wat ik ook af en toe zie? Dat zijn vrouw en meisje. En die hebben heel lang haar. Die pakken twee van die plukken en dan doen ze zo de helikopter. Oh. Heel knap. Ja, daar wijst kort haar voor. Gaat hij weer. Wel met haar. Luxie, wat moeten we daar nou mee? Met zo? Wat moeten we nou met dat kleine mannetje? Lusjes, nee. Laat die stoelen staan, jongen. Nee. Luan heeft alle stoelen weer teruggezet. Goed zo, jongen. Dat doen grote broers, hè? Ja. Nou, dan gaan we weer die kant op, jongens. Dan was dit het einde van de tour. Kom, Luxie. Papa heeft de auto. Een auto? Kijk, we hebben een auto. Kijk. Hallo. Hi. Hi. Thank you. Nice to meet you. Ah, kijk dan. Was er hier allemaal in, jongens? Kijk dan. Oh, hier achter ook. Hey, super. Ga jij naast Lusjes zitten? Ah, Lusjes heeft zijn plek al gevonden. Hier hebben ze een stoeltje voor Lusjes. Hier kan Luan dus naast zitten. Oh, het is echt chill. De meisjes daar. En de meiden die hebben hier hun hele plekje. En papa en mama voorin. En papa en mama hier lekker voorin. Ja.
Maar nou zit Luusjes voorin. Nou, dit past precies, joh. Leuk. Nou, en we zijn omgetoverd. In de zwembleding. Kijk eens. Hey, kids. Het verwarmde zwembad en de zon die komt ook nog verwarmen. Kijk dan. De wolken zijn weg. En de zon is nu al. Nou, bommetje, mama. Want de tijd vliegt snel voorbij.